Hey, hallo. Welkom bij mijn nieuwe videorecensie. Vandaag bespreek ik De avond is ongemak van Marieke Lucas Reineveld. Het boek won natuurlijk een paar weken geleden de International Booker Prize. En het stond al best wel lang op mijn lijstje om gelezen te worden. En dit was de perfecte aanleiding om het daadwerkelijk eens op te pakken. Het is een enorm ellendig boek. Het gaat over een gereformeerd gezin dat in verval raakt na de dood van de oudste zoon. En het hele verhaal lees je door de ogen van de 10-jarige dochter, Jas genaamd. En Jas die ziet toe hoe haar moeder stopt met eten, hoe haar vader zich stort op werk. En zelfs dat kan op een gegeven moment niet meer als de MKZ-crisis toeslaat bij hen thuis. Jas heeft een oudere broer, Obbe, die seksuele en sadistische spelletjes speelt met zijn zusjes en daar langzaamaan steeds verder in gaat. En Jas heeft een kleiner zusje, Hanna, en met haar smeet ze plannen om weg te vluchten van huis. Het gaat dus om een gereformeerd gezin, maar dit speelt op een heel andere manier een rol dan ik van tevoren had gedacht. Het geloof wordt helemaal niet zo vaak benoemd en aangehaald in het boek, maar het hangt op de een of andere manier als een enorm verstikkende deken over het geheel heen. En dat is wel echt enorm goed gedaan door Reineveld. Reineveld is sowieso ontzettend goed in het scheppen van heel kleine scènes die enorm veelzeggend zijn. Zo staat mij een scène bij dat Jas bij haar moeder in de keuken staat. En Jas er alles aan doet om een aanraking van die moeder te krijgen. En dit is een scène die beslaat niet meer dan een paar regels. Het is een heel kleine, korte scène, maar hij is zoveelzeggend voor de status van het gezin. Voor de liefdeloosheid die heerst in het gezin. En de behoefte van Jas aan een aanraking, een teken van liefde en een teken van aandacht. En ja, daarin is Reineveld wel echt op haar best als ze dat soort kleine scènes beschrijft. Ik moet wel zeggen, ik was tijdens het lezen niet altijd even overtuigd van de beeldspraak die Reineveld gebruikt. En ik vond het allemaal net iets te ellendig. Het lag er net iets te dik bovenop. Dus tijdens het lezen had ik de hele tijd het idee van, ja, hier is een groot talent aan het woord, maar niet alles wordt eruit gehaald. Tijdens het lezen had ik er niet meer dan een ruime voldoende voor over. Maar voor mij openbaarde de kracht van het boek zich vooral na het lezen. Het zinderde bij mij enorm lang na. Dagenlang heb ik met dit boek in mijn hoofd gezeten. En nu, een paar weken nadat ik het gelezen heb, zou ik er echt een dikke 8 aan geven. Ik ben echt heel erg benieuwd wat jullie van dit boek vinden. Of jullie het al hebben gelezen en of jullie dezelfde ervaring hebben als ik. Ik heb natuurlijk deze keer ook weer een leessoundtrack bij dit boek geschreven. En deze keer heb ik voor allerlei albums gekozen die op een heel ongezellige manier over religie gaan. Dat vond ik wel passend bij dit boek. Ja, dit artikel kun je lezen op www.boek-uitroepteken.nl. De volgende keer ga ik de Jonas Wergeland trilogie bespreken van Jan Kjaerstad. Iets compleet anders dan dit boek, maar ook heel erg indrukwekkend, zeg ik alvast. Dus ik zou zeggen, tot de volgende keer. Bedankt voor het kijken. Doedeloei!